Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid die is er op deze woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers vergadering ingegaan op een aantal issues welke er spelen binnen het ministerie van Volksgezondheid. Maar ook aan de minister werd gevraagd of zijn veiligheid gegarandeerd is nadat wij vorige week berichten hebben gehad dat er schoten zijn gelost voor de woning van de minister. De minister zegt dat hij dat allemaal overlaat aan het ministerie van Justitie en Politie in handen van de politie. En dat het de politie is en of de minister van Justitie en Politie die in feite met meer informatie zou moeten komen. Over dat incident dat heeft plaatsgehad bij u thuis? Wat ik kan zeggen is dat we hebben afgesproken met de regering dat de minister van Justitie de centrale informatievoorziening gaat doen in zaken het incident. Dus ik kan voorlopig met die afspraak gaan mee en hou ik me ook daaraan. Dus ik denk dat het goed is om de minister van Justitie en Politie om nader informatie te vragen. Ja, we moeten ons altijd alle tijden proberen veilig te voelen. Het heeft natuurlijk impact en ik heb in het DNA daarover gesproken. Ik heb daar ook aangegeven wat voor impact het heeft. En uiteraard moeten we waakzaam blijven te alle tijden. Heeft u enig idee waarom iemand u zou willen aanvallen? Helemaal niet. Geen vijanden? Dus dat zeg ik heb geen alle verklaringen, omdat als er iets gebeurt, dan moet je de politie gaat je altijd ook vragen stellen. U weet zoals een onderzoek hoe ze te werk gaan bij onderzoek. Ik heb daar mijn verklaringen afgestaan. Ik heb ook gezegd in DNA, ik ben niet bevreesd en we gaan gewoon verder. Met het werk en we rekenen op een goed resultaat voor het onderzoek. Maar heeft er ook een polykliniek daar, minister? Ja. En de veiligheid van die patiënten zijn gewaarborgd? We hebben de veiligheidsinstelling en de veiligheid is ook opgevoerd. Ja. Maar is er een reden, wilt u misschien daarover praten? Is er iets gebeurd waarover u ons wilt vertellen? Ik blijf bij mijn standpunt even om over dat onderzoek, over dat incident, geen publieke statements te maken. Minister, ook aan de stofvallen en de woorden, dat mensen ziek waren. Is er een begrip? Ja, als u kijkt, ziet u het ook. Ja, er is een verklaring van het ministerie van Volksgezondheid en OW, openbare werken, dus de meteorologische dienst, die ik denk, als het goed is, nu vrijgegeven worden, op het net gescreend. Er is inderdaad sprake van een de Sahara Dost, de Sahara Airlayer, SAL om het zo te noemen, die zich verplaatst richting de Atlantische Oceaan en in diverse delen van de noordkust van Zuid-Amerika, maar ook Caribisch gebied heeft daar last van. Ik zag gisteren ook Sint Vincent en Grenadines die ook daar last van heeft. We hebben toch wel behoorlijk last van. Er is voorspeld tussen 31 januari en 3 februari dat we behoorlijk last gaan hebben. Met name, het zijn fijne stofdeeltjes die vanuit de Sahara-woestijn binnenkomen. En dat behoorlijk problemen kan geven aan personen, met name luchtwegklachten kan veroorzaken. Dus personen met luchtwegaandoeningen zoals astma en andere zaken, COPD, die worden geadviseerd om zoveel mogelijk binnen te blijven. Die worden geadviseerd om een mondmasker aan te doen. Veel mensen hebben ook griep. En daarbij ook al bovenste luchtwegklachten. Dus dat zal die mensen behoorlijk triggeren. Het triggert mij zelf al. Ik weet niet als u er last van heeft, maar bij mij heb ik het al gemerkt dat je constant moet hoesten. Dus het is verstandig om een mondmasker op te doen in deze 4-5 dagen. En we hopen dat het zo snel mogelijk is. En natuurlijk fenomeen. Dus het is eigenlijk denk ik voor het eerst dat Suriname er last van heeft. En in het verleden hebben andere Caribische landen wel last van gehad. Maar het heeft allemaal met de windstroom, met de richting van de windstroom te maken. Dus het zal een paar dagen duren, het is niet leuk. Maar we moeten de nodige voorzorgsmaatregelen treffen. En ook op de SCH zullen de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden. Want we zullen zeker wel meer personen krijgen met luchtwegverschijnselen.